Oh, sorry! Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij de allereerste XXM Gameplay. Waarom is dit jouw gameplay? Welke game gaan we spelen? Nou, dat is Bioshock Infinite en meer daarvan na de intro! Oké, we gaan dus vandaag Bioshock Infinite spelen. En ik schaam me een beetje dat ik deze game gisteren pas voor het eerst gespeeld heb. Want ik weet niet, ik zag de gameplays en de trailers en de reviews. En ik dacht, ja, goeie shit. En toch heb ik nooit de tijd vrijgemaakt voor deze game. Je moet deze game een beetje zien als ja, een combinatie van alle goede games in de wereld. Ik heb zelf nu echt maar een half uurtje qua een uur gespeeld. Belangrijkste dat je moet weten, vandaag is namelijk een XXM gameplay. Ik heb niet zoveel tijd, dus eigenlijk is het gewoon een XX medium gameplay. Eigenlijk is het gewoon een normale gameplay op zaterdag van mei. Dus ja, noem het eventjes een XXL gameplay. In principe moet je weten, ik heb twee wapens. Ik heb dit leuke dingetje. Maar hij is zo schattig! En dan heb je dit coole bazen ding. Die ga ik even herladen. En ik heb drie powers. Deze, die kun je op mensen en machines gebruiken. Dan horen ze eventjes bij jou. Als je hem op mensen gebruikt, plegen ze ook nog eens zelfmoord, als ik me niet vergis. Nadat je het op ze gebruikt hebt. Dus eerst schiet ze al mijn vrienden dood. Dan, ah, kut, wat heb ik gedaan? Bats, boom. Die heb ik. Ik heb iets waardoor ik kraaien summon. Een heleboel kraaien. Ah, ah. Dat is mijn kraaienimitatie. En dan heb je nog Devil's Kiss. Die vind ik persoonlijk heel fijn. Dan gooi je vuurballetjes. En ja, momenteel is het gewoon een beetje een shooter. Navigeert door de game heen. En dat is best leuk. Daar staat bijvoorbeeld een mannetje. Je hebt nog een melee wapen trouwens, kijk, dat is de eerste kill. Ik weet niet of je later in de game nog silencers krijgt. De blauwe balk, dat is trouwens mijn mana. Dat zijn je salves, dat zijn deze dingetjes. Als je die oppakt, dan krijg je... Oh mijn god! Sterf, boef. Ik kan hem meteen lijken looten. Oh fuck, kijk. Er gebeurt heel veel tegelijk momenteel. En ik kan niet alles tegelijk uitleggen. Nou, kijk. Daar is de machine momenteel. En ik ga met deze power, ga die machine bij mij laten horen. Dankjewel machine. En dan schiet hij opeens alle vijanden neer. Wat je ziet bij mijn health balk, daarboven zit een schild, wat je nu dus ook in mijn scherm ziet. Schilden zijn fijn, want dat schild dat restoort heel snel en dat zorgt ervoor dat je health niet weggaat. Op een gegeven moment kun je powers, die kun je dan upgraden in schilden, health of je maximale salts bar. Dan kun je dus of meer mana bij je houden, of je hebt meer maximale health, maar het fijnste is gewoon meer schilden. Want als je gewoon ervoor zorgt dat je schilden niet weggaan, die vanzelf weer restoren, dan gaat je health ook nooit naar beneden. Dus dat is hartstikke fijn. Nu weet je de basics, nu kunnen we gaan knallen. Ik ga even mijn power even wisselen. Oh, wacht. Ik kan ook al meteen even de kraaien power laten zien, weet je wel. Je hebt de vuurballetjes al gezien nu. Hey, bitch! Dit is pittig awesome. Mensen worden ook echt helemaal aangevreten en lekker bloederig. Zo zie je ze het liefst ook. Aangevreten en lekker bloederig. Of ligt dat gewoon aan mij? Kabam! Dat is mijn grappige haak, waar ook een vuurability op zit. Because fuck everything. Fuck jou. Ja, ik ga met wat mensen looten. De meeste mensen hebben lekker gebakjes bij zich, want dat is goed voor je helft. Deze man is een beetje aangevreten door wat kraaien. Maar dat hoort bij het beroep, hè. Dat is een vak, dat is een onderdeel van het vak. Oeh, een ananas. Nu ga ik ondertussen weer beginnen met mijn standaard Rick gezeik. Ik heb dus gisteren wat heel tops gelezen, hè. Over ananas. Ik las dus over ananas. Iedereen eet wel eens ananas. Ik vind ananas één van de lekkerste vruchten om te lezen. Om te eten. Alleen het probleem met ananas is vaak, wat ik dan persoonlijk vaak merk, is als ik veel ananas eet, dan prikt dat aan mijn tong. Dat doet gewoon pijn in je mond. Ik dacht dat ik de enige was, maar dat ik dus gisteren gelezen, dat in ananas zit een bepaald enzym dat vlees afbreekt. Oftewel, als jij ananas eet, eet ananas gewoon jouw tong op eigenlijk. Het bijt gewoon een heel klein beetje van jouw tong af. Ja, denk daar maar eens over na. Dat is dus wat je gewoon voelt als je ananas eet. Heb je toch nog wat geleerd bij de XXM gameplay? Wees blij... Alsnog, wees niet getreurd dat je een half uur aan gameplay mist. Ik zat erover na te denken om een XXS gameplay te doen. Van een minuut. Gewoon een potje mijnenveger of zo. Alleen ik wist. De meeste mensen kunnen wel tegen een grapje en die snappen daar de humor van. Als je op M drukt trouwens, zie je waar je heen moet. Dat is heel fijn. Alleen ik weet dat er een paar mensen zijn in de comments die dat dan weer niet kunnen waarderen. En dan gaan ze weer op me zeiken. En dan ben ik in één keer. Oh, Rick, je bent echt mijn minst favoriete banjo towner. En dat soort dingen. Hier kun je dus nog steeds upgrades kopen. Waar ik... Oh, loop ik nou wel de goede kant op eigenlijk? In ieder geval, we lopen lekker verder. Lala, hier zijn de hele mooie railsen. En ik heb zeg maar een haak. Dat ding die je met F gebruikt, dit ding, dat is een hele mooie haak. Ze noemen me ook wel Kapitein Haak. En als ik hier dan spatie op doe, kapauw! Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik dit doe. Ik heb het alleen in wat trailers gezien. Dit is best wel cool. Misschien nog wat storyline info. We zijn in een of ander heel religieus stadje. En wat blijkt dan ineens? Pats! Hoho! Wow, rustig aan, Rick. Ik kan gewoon verder, denk ik. Nee, ja, dan ga ik een rondje waarschijnlijk. Oh, goedemiddag, meneer.
Hoe gaat het ermee? Ja, lekker. Fijn om te horen. En nu wordt mijn schildje weer aangevuld. Wat je moet weten, er is zeg maar één iemand in de stad die is zeg maar de false shepherd. Zeg maar nep Jezus. Nep Jezus noemen we maar eventjes. En die moet ze zoeken en die moet dood, anders gaat alles kut met de stad. En ik kom even gezellig die stad binnen. Ik weet niet meer precies hoe. Ik kom gezellig die stad binnen. Hier, ik ben heel veel alcohol aan het drinken momenteel. Oh, but damages your salts? Nee, dat is niet leuk. Oh, hier is een infusion. It's fine. Nu mag je een upgrade kiezen aan je schildjes, je salts maximaal of je health. Ik heb eerst alleen maar mijn salts en mijn dinges. Alleen toen begreep ik in één keer hoe schilden werkten. En sindsdien pomp ik eigenlijk al mijn geld in schilden. Want ja, als je een beetje goed met die schilden om kan gaan, neem je in het algemeen geen damage. Dat is gewoon heel fijn. Ik ben dus helemaal dronkie bouwens nu. Waarschijnlijk in deze videogame duurt dat dronken zijn maar een paar minuten. Waarschijnlijk een minuut. Maar we gaan even lekker dronken zijn en rijden, dames en heren. Don't drink and drive, behalve als je mij bent. Ik kan het hebben. Oké, dan komen natuurlijk een heleboel boefjes aan. Oftewel, misschien moet ik even mijn crowd power Oh, ik heb niet genoeg salt daarvoor ofzo? Oh, die kan ook. En hier is wat extra zout. Wat extra zouten. Ja, weet je, ik heb wat geleerd dat zouten niet gezond voor je zijn. Maar ja, deze game zegt heel wat anders. Wat ben ik aan het doen? Oh, ik ben de skyline aan het vrijmaken. Oké. In ieder geval, er is een voorspelling die zegt, ja, als Rick komt, dan is alles kut. En dan kom ik. En dan, oh nee, Rick heeft het teken van alles wordt kut. Laat hem doodmaken. En, oh ja, ik word hierheen gestuurd om een meisje, dus ik heb zeg maar de objective om een bepaald meisje te vinden. En die moet ik dan redden en meenemen. Niet ontvoeren, ze gaat als goed is vrijwillig mee, hoop ik. Nou, even kijken waar we heen moeten. En, ja, waarschijnlijk moet ik gewoon hier aan klingen. Precies. Wee! I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. Hee-haw! I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. Oeh, is dat een beetje in de fik, man? Dat is niet goed. Oké, ze hebben hem nog steeds niet gezien. Sukkels. Sukkels. Hey, wat kan er daarin? Kapauw! Dus ja, deze game heeft zeker wat elementen van awesomeheid. Oh, die pak ik eventjes hoor. Tjapakauw! Oh, sorry, man. Het speelkwartier is voorbij. En jij bent niet zo blij. Want je bent namelijk dood. Dat is niet zo groot. Ja, goed rijmt niet, dus dan is het maar groot. Oh, deze game, dames en heren. Ik had echt mijn twijfels. Ik zag gameplays, maar ik zag iedere keer het begin. En het begin is echt een sfeertje zetten. Ik zat er zelf in gisteravond. Met alle lichten uit. Het was echt kippenvel gewoon. Zo mooi is die stad. Alleen als je een gameplay kijkt, dan zit je er niet zo in. Dan denk je gewoon, oké, het is gewoon heel saai en heel langzaam voordat de game eigenlijk begint. En als je er eenmaal doorheen bent, is het gewoon deze brute actie. Eens even kijken, waar moet ik heen? En, oké, waarschijnlijk moet ik gewoon weer op die lijn, denk ik. Oh, hallo daar, hallo. En dan moet ik daarheen. Oh, hé, daar is hij. Tjaka! Ram, pam, 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 papau. In principe vind je best veel van die zouten, dus ik kan best wel wat vaker mijn kraaien summonen. Omdat het kan. Sterf, bitch. Hé, hey, een ananas. Ik voel mijn tong weer wegbranden, hoor. En precies weer met zouten aangevuld. Wat is hier nou weer... Jongens, even eerlijk. Ja, wat is hier nou weer gebeurd? Wat is dit nou weer? Ik denk dat ik gewoon daarop moet. Als je op N drukt dus, dan krijg je deze mooie pijl. Oh ja, yeah. Use the skylines. Dat klinkt wel goed. Dat klinkt wel als iets wat ik zou doen. Oepsie. Oh. See to turn around. Nou, dan gaan we er lekker de andere kant op. La-di-da-di-da. La-di-da-di-da. Dit is best awesome. Ik dacht even, word ik nou geraakt door die blades? Maar dat viel mee. Ja, het is zo'n toffe setting. Oh, ik kan ook gewoon versnellen. Kijk, dit is fijn. Ik kijk ook gewoon totaal niet naar de controls. Ik heb zoiets van, ik zoek het wel uit. Waarschijnlijk moet ik even wat bitches doodmaken hier. Ja, zoiets. Oh, wat gebeurt hier nou weer? Deze mensen zijn aan het bidden. Nu niet meer! Oh, sorry, wacht even. Wacht, grapje. Oh nee, nee, andere wapen alsjeblieft. Heb je nog een... Oh, sorry, dat was niet de bedoeling! Ik ben echt heel erg gewend om met rechtermuis op andere dingen te doen dan legers van kraaien op mensen afschieten. Wacht. De profeet. Jongens, doe even normaal. Oh, dat heb ik nog leuk, meer leuke... Wacht, we gaan even wat anders grappigs doen. Ik ben van de categorie grappige dingen die gebeuren. Hier, deze man, die gaat nu al zijn vrienden doodmaken. Die wordt lachen. Kom op, man. Ah ja, het probleem is natuurlijk, hij staat aan jouw kant. Alleen ze staan al aan mijn kant. Het zijn geen vijanden van mij. Dus hij, in principe maakt hij nu zijn vrienden niet dood. Hij gaat als het goed is wel zo meteen zichzelf doodschieten. Dus dat is iets. Comstock,
Ze doen echt helemaal niks. Het boeit ze ook gewoon niet dat ik ze neerschiet. Ze bidden alleen, ja, hou hem maar. Zie, ze rennen niet. Wil je niet rennen? Nou, dan niet. Pots. Pots. Nou, je kan ze alleen jammer genoeg niet looten. Dus zoveel heb je ook weer niet aan als ze veel in het dood maken. Oh, grote profeet. Oh, daar ben je. Oh, hij heeft het tegen mij. Ja, de valse profeet. Dat ben ik. Nou, ik vind het niet leuk als je zo tegen me gaat doen. Ga maar uit. Hup. Wil je uit, alsjeblieft? Wat heb ik gedaan? Anna, dat is het meisje die ik moet redden. Ja, dat weet ik dan weer wel. Dat dan weer wel. Oh, dan zit ik vast in dit bakje. Wat is dit? Stop! Stop hier eens even mee. Stop met deze blaringkoek. Ja, je kent me niet, man. Even normaal. Even leuk. Mr. DeWitt. Ik heet Booker DeWitt, trouwens. Voor de, als je nog iets van de dialoog wil begrijpen. En ze hebben het iedere keer over dat ik een schuld heb in zonde die ik terug moet betalen. This will end in blood. Nee, joh. Oh, dit ding gaat omhoog langzaam. Ik merkte wel iets, ja, maar niet dat ik zo hoog was. Ik denk dat ik er bijna uit mag. Oh, Jesus. Oh god, waarschijnlijk krijg ik nu een nieuwe power. Of niet? Ik begin gewoon uit mezelf te bloeden. Dat is normaal. Kapauw! Kapauw! Oh, sorry! Bloed en blue. Oké, daar is de skyline. Rooftop, access to the skyline. Ik wil eigenlijk even wat zout te vinden, want mijn zoute powers zijn een beetje op. Ja, dat is niet zout, dat is zuur. Oepsie, nou die man is wel een beetje boos. Waarom zou die? Oh, heilige poep. Eens even kijken. Ik zou wel zo'n haak moeten pakken, ja. En dan op zo'n persoon. Kapauw! Hoppa! Die is dood. Het is gewoon niet handig, weet je. Ik vind het heel leuk, zo'n stad, zo midden in de lucht. Alleen, dat lijkt me gewoon niet veilig. Persoonlijk. Ik wil niet zeggen dat ik een persoon van veiligheid ben. Het lijkt me gewoon niet veilig, weet je. Ik krijg zo'n bijlen, zo'n cool mes in je gezicht dat ik heb. Ik ben meteen dood. Ik wil even een headshot maken, dan denk je dat ik goed ben. Alleen, het lukt niet helemaal. Ja, ik heb er één, hoor. Ik heb zijn helm eraf. Gekke man. Ik moet nog even een keertje laten zien dat mensen aan mijn kant komen te slaan en hun vrienden doodschieten. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien natuurlijk. Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Als ik gewoon vaak genoeg natuurlijk zeg. En een boer laat, dan ben ik geloofwaardig. Hé, kijk, iemand om dood te maken. Oh echt! Ik loog! Oh man. Waarom kan ik wel iedereen neerschieten, maar dan is er een vrouw en dan, oh, dat kan niet. Sit down. Ja, moet je wel gaan zitten, anders knal ik je pa-pa-pau door je ba-ba-bakkes. Ik vind het nog best goed hoe ik door de game heen ga. Zeg maar, ondanks dat ik geen idee heb wat ik aan het doen ben. Ik ga nog best wel de goede kant op en zo. Doei! Check je later, vriend. What the fuck doe je? What? Nou, oké, dat is de reden waarom ik er niet neer mocht schieten. Als ik haar neerschoot, dan ging dat iets moeilijker. La 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 la, vuur! Oh, dat was niet de bedoeling. Oh, dat is wel de bedoeling! Nee, dat is weer niet de bedoeling. Ik moet even die skyline. Ja, precies, dat dus, ja. Woehoe! Slow ride! Dit is... Kom op, jongens. Dit is toch zo'n heerlijke actiegame. Dit is zoiets anders dan je gewend bent van een normale Call of Duty. Dit is toch 1000 maal beter? Of zit ik daar weer verkeerd mee? Is gewoon een standaard Call of Duty game veel beter dan dit? Want ik vind dit in ieder geval fantastisch. Daar zijn wat nieuwe machines, kan ik weer wat upgrades kopen. Waarschijnlijk kosten ze nog steeds evenveel als eerst. Dus waarschijnlijk kan ik ze nog steeds niet kopen, maar we gaan het proberen. Ja, precies. Kosten nog steeds evenveel geld. Ze bieden het gewoon heel vaak aan, voor de zekerheid. Nou, we gaan weer hier naar binnen. Geen idee wat de bedoeling is. Moet ik hierheen? Ik ga even checken. En... Ja! Ik ga echt gewoon de goede kant op de hele tijd. Hoe doet deze man dit? Geef me een applausje. Komt omdat het een XXM gameplay is. Als het een XXL gameplay was, had ik precies evenveel gedaan in dezelfde tijd. Ik vind sowieso de term XXM vind ik heel mooi. Dat is extra, extra medium. Ja, kijk, extra, extra large is natuurlijk logisch. Extra, extra groot. Extra, extra klein. Maar extra, extra normaal, dat is hem niks. Daarom vind ik het juist zo prachtig. Dit is dicht. Oh, dan moet ik waarschijnlijk met mijn haker overheen. Ja, precies. Dat, wow. Wie zag dit aankomen? Wie zag dit aankomen? Ikke en de rest kan stikken. Ik ga even gauw mijn upgrade veranderen naar... The Cry, Murder of Crows, sowieso, wat een vette ability.
Die heb ik trouwens echt een heel klein stukje voordat ik deze XXL gameplay begon gekregen door een of andere kraaienpimp eindbaas dood te maken. Oeh, oh, dat zijn allemaal audiologs. Ik heb er nog geen enkel geluisterd. Lol. Kijk, een portemonneetje. Daar zit money in hoor. Daar zit cash in. Dit is sowieso een game die ik helemaal kapot ga spelen. Dus ja, ik vind het eigenlijk jammer dat ik niet eerder heb gespeeld. Ik miste wel iets in mijn leventje. Eens even kijken, was iets van moois. Ja, die doet het niet meer. Oké, logisch. Wetenschap. Wat is dit? Vox Populi Crime Board. Oké, tuurlijk. Jij wel. Je kunt nog wat spulletjes looten, dus ja, je hebt wel geld nodig. Kun je je powers upgraden, dat is pittig handig. Dit ziet eruit als een gemeen plekje. Gewoon gemeen. Do not speak to the specimen. Oh, ze zijn hier waarschijnlijk dus een onderzoek aan het doen naar proefdieren. Of mensen waarschijnlijk zelfs. Oh god, dit gaat sowieso verkeerd. En moet ik hier ook heen? Oké, dit is waarschijnlijk een subquest of zo, deze dingen fixen. Wat is dit nou weer? Oké, ik heb zojuist een teddybeer gedood. Nee, dat doet het weer. Wat? Wat is dit? Poëziedoos. Oké. En dat is een minarchie. Oké. Wat is dit? Wat is dit? Kun je ze ook allemaal tegelijk aanzetten? Meeuw. Gebeurt er nu nog iets of iets in die richting? Of ben ik gewoon echt flink aan het aankutten? Waarschijnlijk dat tweede. Zou die proberen op te blazen? Zou ik op kunnen schieten? Nee. Nou oké, dan laat ik het lekker met rust hoor. Ik zal weer een of andere subquest verneuken, waarschijnlijk. De vraag is meer, waar zijn de bewakers, jongens? Specimen is dangerous. Veel uit de vallen. Oké, is er dus wat gevaarlijks binnen? Ik ben benieuwd. Hallo. Er hoort hier een van de beest binnen te zitten. Dit is spannend. Oh, hier is waarschijnlijk dat meisje natuurlijk die we zoeken ergens. Die is een van de specimens. Wordt die getest. En dan gaan we haar redden. Omdat wij helden zijn. Gaat dit nog open? Ja, dat kan. Zal ik even lekker op deze stoel gaan zitten dan? Hartstikke goed idee. En dan zit je in één keer vast. Nee, ik mag er wel nog uit. Dat vind ik fijn. Gewoon dat de game hier eindigt. Ah, je viel in onze valstrik, Rick. Je bent een sukkel. Nou, ik zei, ik ben wel een sukkel, maar ik ben niet zo'n sukkel. Oeh, wat hoor ik allemaal voor leuke dingen. Is dit de pornokamer? Dit is duidelijk de pornokamer. De fotoontwikkelingskamer waarschijnlijk. Daar is niks mee mis. Niks mee mis, mis. Hey, cake. Weet je, dat is wel een goede combinatie. Porno en cake. Mijn lievelingscombination. Wat is dat? Koffie. Ik heb er nog zoutjes van. Nou, dat is fijn. Weet je, heel veel zout is voor mij niet gezond. Dan krijg je hart, nier en vaatziekte van, man. Helemaal niet gezond. Maar dat forceren ze wel een beetje in deze game. En ik denk dat deze persoon echt heel snel doodgaat. Omdat al zijn vaten helemaal kapot zijn. Oeh, het ziet er gezellig uit. Ik heb het gevoel dat deze machine zo meteen stroom op mij gaat schieten. Dat is gewoon mijn gok van de dag. Do not approach Siphon while specimen is awake. Nou, zien we dan wel weer. Eens even kijken. Ik heb het niet zo op puzzels. Ik heb het meer op mensen doodschieten. Dat is persoonlijk dan weer mijn kwaliteit. Is het nou gewoon om een sfeer te zetten? Of zijn dit allemaal super geheime dingen om te doen? Dat vind ik dan weer moeilijk om te weten. Nou, bats. Bam. Ding dong. Wat is dit? Specimen observation. Oké. Okay. Wat is dit nou weer? Wat is dit? Ik wil gewoon knallen, jongens. Dressing room. Oké. Okay. Ja, we moeten naar de dressing room. Ik hoop dat ik nu even wat guards tegenkom. Ik kan nog even laten zien hoe cool ik ben. En hoe niet cool de rest is. Ook zeker niet belangrijk. Alalalala. Het is wel gezellig. Lekker op specimen tocht. Even het raampje open doen. Oh, dat is donker. Oh, hallo. Hey. Oh, dat zijn allemaal spiegels natuurlijk waar we doorheen kijken. Eigenlijk zijn we dus gewoon dit meisje aan het bespieden en we gaan haar zo meteen meenemen. Oké, dat is normaal. Doe ik thuis ook altijd. Dat is referentie, hè. Als ik het thuis ook doe en ik bespied meisjes. Kan gewoon. Oeh. Je aime les torres de Eiffel. Wow, wow, wow. Les français. Les croissants. Nou, we gaan je pakken, uit. Oh, ze gaan nu naar de dining room. Oh god, ik kom je halen, mens. No. Wapapapapapa. Nou, we weten dus in ieder geval, ze hebben een hele testfacility gebouwd rondom dit meisje. Dat is niet zo normaal. Even, nou, moeten we nog aan die lever zetten of gaan we gewoon verder, jongens? Het boeit me namelijk vrij weinig wat ze aan het doen is. Oh, oké. Okay. Ik denk dat ze graag aan de Eiffeltoren wil. Dat is gewoon de gok voor de dag. Ze heeft ook allemaal mooie tekeningen van rare dansende dingen. Wat? Wat?
Dit is Pittig Cool. Ja, nee! Doe maar niet! Oké, ik denk dat het een of andere coole superpower heb. Gok van de dag. Mag ik nu? Ja, dankjewel. Zal wel daarin? Ja. Zal dat goede meisje ooit komen? Nu het weer zo lelijk is. Ik weet niet of het weer lelijk is. Het stormt waarschijnlijk wel buiten. Hoppakee. Nee, dit is ook echt zo'n voorbeeld van dat de game de sfeer zet. Net als ik nog lekker mensen aan het doodmaken. Nou moet ik opeens door dingen heen lopen. Ja, ik vind het normaal helemaal niet erg. Ik zou hier normaal volop van genieten. Maar ik zit nu natuurlijk in XXL gameplay. En dan wil ik lekker mijn XXM gameplay. En dan wil ik lekker de mensen van Biontown vermaken. En dat lukt dan eventjes niet. En dan word ik dan heel verdrietig van. En dan ga ik heel erg huilen. Oh, dit is wel echt tof hoor, waar ik nu op ben. Kijk dan, waar ik me bevind. Dit is prachtig. Nou, gaan we verder. Ik denk dat we er bijna zijn. Zijn we er al? Wanneer gaat die trap nou rollen? Oh, je zou iets had eraan te komen. Oh, mijn Jamie, nee. We zitten in één keer bij dat meisje in de kamer, ja. Dat zat eraan te komen. Oh, dat is de Odyssee, wat enig. Dat is, oh, ga je een boek naar me gooien? Kijk, dat is trouwens een teken op, man. Die AD, dat laat zien dat ik de... My name is DeWitt. I'm a friend. I come to get you out of here. Get away. Gok van de dag. Alles is een gok van de dag vandaag. Je mist... Oh, zet een vingerhoedje op. Oh, schattig. He's coming. You've gotta go. You gotta go. You don't wanna be here when he gets here. Just a minute. I'm getting dressed. Wat gebeurt er? There's no way out. Trust me, I've looked. Stop it. Stop! You're too impatient. That's enough. What about this? What about it? Sleutel. Isn't it? What are you... Give it to me. Oké, wat gebeurt er? Ik mis dingen. Rennen, meisje, hij komt eraan. Hij is boos, dat zie je toch? Ja, sneller, meid. Sneller. Ik heb mijn guns niet eens in mijn handen, meid. Ja, oké, rennen. Na 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 rennen. Wat is aan die? Nee, open deur. Ja, dank je. Oké, nou wil ik even mensen neerknallen, hoor. Nee, niet zo. Ik wil mensen neerknallen. We'll see about that, precies. Wel een beetje raar dat er geen bewaking op zit, weet je. Maar ja, dat zal allemaal wel. Ja, chill, leuk als iets voor. Nee, ik zoek wel een leuke chick. Dus ik dacht, nou, van alle meiden in deze wereld neem ik diegene die gevangen zit met superkrachten. Maar dat is gewoon gok van de dag. Nou, ik wil wel graag op je voorlopen, weet je. Jij mag dan misschien wel de weg weten, maar hey, lullig. Wat is dit? Wacht! Het stort een beetje in elkaar hier. Ik kan niet eens even normaal rennen, joh. Oké, nu zijn we gescheiden. Nee, nog niet. Kan nog wel. Kan net. Moet net lukken, denk ik. Roep de lift. Hey, lift. Ja, zo ja. Gaat goed. het is hartstikke goed hier. Het is een normale dag op het werk, toch? Ja. De hele tijd, ja. Dat weet ik ook niet. Ik weet het niet! You're the girl who's getting out of this tower. Dat is waar. Oh, dat is geen lift! Dat is geen lift! Je bent geen lift! Pam, pam, pam! Moet ik weglopen of zo? Of moet ik het gewoon niet bijhouden? Want dit is geen lift! Oh, nu wel, dankjewel. Geen probleem. Ja, het zit me goed. La 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 la. Dit is wel een lift hoor. Ik moet niet luisteren wat al die andere gemene jongens zeggen. Dit is gewoon een lift. Het is wel episch, een epische lift. Dus een trap is eigenlijk een lift, de lift van de toekomst. Denk daar maar eens over na. Nou, ja, ik open hem wel met mijn sterke mannenarmen. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Ja, dat is een beetje zwaar natuurlijk. Moet je al die luchtdruk weghouden en zo. Ja, pittig. Nou, even een trappetje op. En dan, ja, weet je, we kunnen niet voor eeuwig op een schip blijven dat in elkaar stort. Dus uiteindelijk kom je er een keer vanaf. Of het schip gaat dood, één van de twee. Hou dat in gedachten. Hou dat in gedachten. Oké, wat nu? Wat is het plan? Woo! I believe I can fly. Oh, pak die haak. Ja! Kapauw! Yay! Applaus! Met één hand, want de andere hand moet ik mijn haak besturen. Woo! Dit is fucking awesome. This is fucking awesome. Ik wil eigenlijk proberen daarover te springen, maar dat lukt niet helemaal. Ga ik nu gewoon oneindig rondjes? Waarschijnlijk wel. Ik heb het gevoel dat ik oneindig rondjes ga.
Nee, ik ga wel ergens heen. Oh, kijk, dat standbeeld. Daar waren we net. En dat stort een klein beetje in elkaar. Fantastisch. Gewoon letterlijk fantastisch. Mag ik er nog vanaf? Of moet ik gewoon alleen maar W ingedrukt houden? Dat is niet heel uitdagend. Het ziet er misschien uitdagend uit voor jullie kijkertjes, maar... Het is niet uitdagend wat ik nu doe namelijk. Ik wil eigenlijk wel van die haak af. Yay, de brug stort in. Oh, er moet iets gebeuren. Woo! Daar beëindig ik hem. Dank voor het kijken van deze XXM gameplay. Laat even achter of je wil dat ik deze game op mijn eigen kanaal ga spelen. Want het lijkt me echt een toffe game om gewoon helemaal van A tot B te spelen. Ik hoop in ieder geval dat je een leuke impressie hebt gehad in 25 minuutjes van de game. Het spijt mij ook gigantisch dat ik geen XXL gameplay heb kunnen doen. Ik heb wel een heleboel toffe ideeën voor de XXL gameplay vandaag. Ik heb me namelijk gewoon verslapen en zo meteen komt mijn vriendin. En ja, die vindt het niet zo heel leuk. Als ik dan meer liefde geef aan de computer dan aan haar. En ja, zo werkt dat in de wereld, hè. Maar dan kijken we deze aflevering. Vergeet niet te liken alsjeblieft en tot de volgende aflevering. Doei! Bye!